Er ligt een preventieakkoord op tafel waarin afspraken staan van ongeveer 70 organisaties over de gezondheid van Nederlanders. Daar staat ook in dat de tabaksprijzen flink omhoog zullen gaan. Wij spraken Ton Vuts van Rokersbelangen. Het oogt erg betuttelend. Het is ook erg betuttelend. Wat natuurlijk veel erger is in deze situatie is dat hij beleid maakt over ons zonder ons erin te betrekken. En dat is natuurlijk zeer storend. Wil je dat beleid tot een succes maken of wil je andere alternatieven aandragen? Mm-hmm. Allemaal prima. Maar de basis is natuurlijk dat je de mensen over wie het gaat, dat je die erin betrekt. Wij worden hier natuurlijk uitgebannen. Zijn we niet belangrijk genoeg? 25% van de bevolking in Nederland rookt. En dat moet je toch waarderen. Wat had u veranderd? Bijvoorbeeld 10 euro voor een pakje sigaret in 2020? Ja, dat had ik ook niet gedaan. Ik had natuurlijk daar niet op ingezet. Laten we dat vooropstellen, want wat je doet is mensen natuurlijk naar andere alternatieven laten kijken. Mm-hmm. Zelf kweken, tabak kopen via organisaties waarvan wij niet weten hoe sterk gecontroleerd dat allemaal is. Mm-hmm. Want het is helemaal niet gecontroleerd. Criminaliteit heeft steeds grotere toekomstverwachtingen door dit soort van maatregelen. Dus ik zou zeggen, waardeer de roker zoals die is, wat hij doet. En respecteer ook zijn autonomie. Maar wat vinden Arnhemmers ervan? Duurder maken heb ik niet zo'n probleem mee. Afschaffen vind ik betutteling. Maar dat komt omdat ik zelf rook. Het is misschien wel verstandig dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Alleen, ja, laat het wel aan de mensen zelf over om de keuze te maken. Ik vind het erg betuttelend. We mogen niet meer roken, we mogen nou niet meer drinken, we mogen niet meer zitten, we moeten bewegen. Ik vind het betuttelend. Een beetje dubbele gemengde gevoelens erbij. Aan de ene kant denk ik dat het heel goed is, want er moet toch eigenlijk een keer een verandering komen waardoor mensen gaan stoppen met roken en door de prijs natuurlijk omhoog te gooien of helemaal uit het systeem te halen, denk ik wel. Dat toch misschien de oplossing is. De andere kant, ik vind het toch ook wel weer mensen's eigen verantwoordelijkheid. Dus weet je, als je wil stoppen, moet je het toch voor jezelf doen. Dus om het dan weer op zo'n brute wijze te doen, dat, ja, gemengde gevoelens. Dat betuttelen en dat verbieden en zo, dat gaat te ver. Eerst mocht je niet meer binnen roken, dan mag je niet meer op het terras roken, dan mag je niet meer buiten roken. Daar gaat het naartoe. Vindt u dat de overheid zich ermee moet bemoeien of dat hij dat aan de samenleving moet overlaten? Niet alleen overlaten aan de samenleving. Ze mogen wel wat regels daarop zetten, mits het roken niet helemaal als crimineel wordt gezien. Het is wel beter uiteindelijk als het duurder wordt, want veel mensen zullen wel gaan stoppen, denk ik. Zou jij dan gaan stoppen? Ja, ik heb al een keer eerder gezegd, als 5 euro wordt, stop ik. Dat is toen al lang. Het is wel gelukt toen, maar ik ben ook weer begonnen en bij 10 euro ga ik wel echt stoppen, want dat wordt me te gek. De maatregelen naar aanleiding van het preventieakkoord staan nog niet vast. Daar zal nog overleg over zijn.